goedenavond, welkom terug. Naast mij is aangeschoven Johan Magree. Ik hoorde dat jij in het dagelijks leven leraar bent. Klopt. Ja? Ja. Waar geef je les? Ik geef les op het OSG 7 Wolde in Heerenveen. Het is altijd als je bij de snelweg, hè, dan ga je de ene kant Jouwer op, de andere kant Zwolle en dan is dat mooie gebouw daar. Dat is mijn werkplek. Ja, ja. Ja, leuk te weten. Ja, ja. Heeft de kijker ook weer eens wat nieuws? Ja, natuurlijk. Weten ze dan weer. Ja, je hebt een motie ingediend. Jeugdzorg terugkoppelen naar de jongeren ook zelf. Ja, de jongerenstem. Ja. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja zeker. Het jeugdzorgbeleid is al een lange tijd een politieke discussie wel gaande van hoe kan het beter, waarom gaan de kosten zo omhoog enzovoort. En nou ja, dat zijn allerlei aspecten die je kan verbeteren en één daarvan is, vinden wij als D66, dat je de vertrouwenspersoon, de cliëntenorganisaties, echt waar de jongeren ook formeel een stem krijgen over hun eigen jeugdzorg, dat beter geregeld moet worden. En dat probeerden wij met deze motie een beetje scherper weg te zetten, ook in Leeuwarden. Ja, nou, wat ik begreep was de wethouder, mevrouw Kramers, enthousiast. Ik lees even voor. Beleidsondersteunend en uitvoerbaar, goed plan. Ja. Nou, dat beter antwoord kun je bijna niet krijgen, zou ik zeggen. Ja, kat in het bakkie. Ja, ja, ik was nog wel even benieuwd naar de wethouder van wat zij nou vindt, of het echt goed gaat. Nou ja, daar zei ze ook van, uit onderzoeken blijkt gewoon dat de jongeren toch nog steeds niet genoeg hun zegje kunnen doen over hun eigen zorg. En wat zo belangrijk is en wat ook uit een rapport blijkt van Jason. Jason is denk ik de meest beroemde jongere die in de jeugdzorg heeft gezeten, gesloten jeugdzorg. En die heeft een rapport geschreven over met 50 jongeren die ook in de gesloten jeugdzorg gezeten hebben. En die zeggen ook van, laat ons nou eens meedenken, geef ons een stem, steek ons die hart onder de riem. En daar zou zo'n vertrouwenspersoon echt bij kunnen helpen. Ja, zou je, hè, want ik hoorde ook al over misschien een enquête terugkoppelen naar de jeugd. Mm-hmm. Zou ook bijvoorbeeld de ouders daarin betrokken kunnen worden? Ja. Dat die bijvoorbeeld ook daar iets in kunnen brengen. Ja, dat blijkt ook wel uit alle aanbevelingen, uit alle rapporten, dat ouders en jeugd echt veel meer dichter bij die formelere jeugdzorg moet komen. En dat ze echt kunnen zien van, nou, dit werkt en dit werkte niet bij mij en daar moeten jullie wat mee doen. En, maar ook gewoon inderdaad dat luisterende oor. Naast natuurlijk de jeugdzorgmedewerkers heb je gewoon ook af en toe nodig van, god, vind je het nou goed gaan hier? En nou ja, dat is verplicht in de jeugdwet gelukkig, maar nu is het ook tijd om het lokaal wat meer te borgen en scherper weg te zetten, denk ik. Ja, nou hoorde ik jou ook zeggen van een schouderklopje, een compliment, kan al een zetje zijn door op dat moment geen zorg nodig te hebben van de jeugdzorg. Ja. Ik kom ook wel mensen tegen die bijvoorbeeld door pestgedrag toch die jeugdzorg in worden geduwd. Ja. Hoe zou zoiets te tackelen zijn? Is daar ook iets... Pestgedrag is ook een heel veel voorkomend probleem op scholen natuurlijk. Ja. Toevallig heb ik daar nu ook een mentorleerling van me in mijn klas. En ja, ik zeg ook wel tegen die ouders terug, het is erg moeilijk om grip te krijgen buiten het klaslokaal, op de schoolpleinen, wie nou wanneer gepest wordt. Want kinderen zijn tegen elkaar best wreed. Wij hebben ook een vertrouwenspersoon op school. We hebben ook de mentoren die daarbij helpen. Maar dat is verdomd lastig. En daar ook binnen de jeugdzorginstanties worden ook wel eens jongeren gepest. En ja, dan moet je ergens wel je ei kwijt kunnen. En als je al niet zoveel vertrouwen hebt, soms in volwassenen, dan heb je er toch één nodig. Ja, dan wordt het lastig van, ook. Wat vind jij nou en hoe gaat het met jou? En zonder gelijk in die zorgstand te schieten, heb je zo'n vertrouwenspersoon of een cliëntenorganisatie nodig voor de ouders. Om te zeggen van, dat luisterend oor bieden, dat vinden wij heel belangrijk. En dat gaat ook tot betere jeugdzorg leiden, daar zijn wij van overtuigd. Ja, dat is uiteindelijk het doel. Ja, dat is het doel hiervan, want we willen het systeem veranderen. Wij willen betere jeugdzorg en we willen gewoon dat die jongeren laten zien van, dit was de zorg die we gekregen hebben, dat was er goed, dat was er niet zo goed, dit moet er eigenlijk een beetje anders en dat daar ook wat mee gedaan wordt. En dat willen we zichtbaar terugzien de komende jaren. Ja, we gaan het zien. We gaan het hopelijk zien. Het positieve is door de wethouder al verteld. Ja, de motie is aangenomen en ze kan aan de slag. Ja. Daarom. Dank voor het gesprek.
Kijkers thuis, ook bedankt voor het kijken. En wij zien u graag volgende week weer. Dank voor de techniek door Medin. En tot volgende week. Omroep Leeuwarden voor stad en dorp.